Is Muiters, Dane en een jagende McDonald. De Laplace duurt de shift. Waregem twee keer gelijk gespeeld. En vorige week verloren op Westerlo. Haroun, ja, mooie dribbel. Haroun nog en dan Muiters. Maar er was buitenspel gezien. Dat lijkt me vreemd. Haroun ging toch door met de bal aan de voet. Haroun nog. Moest er iets aan heel even. Probeert rustig op te bouwen. Dat is geen cadeau van Koolpaard voor Muiters. Dold gaat diep. Er is zo wat steun. Hier is Bart Goor. Vier mensen van Jemmen op weerschot in de 16. Bart Goor. Daar komt Muiters. En laat hem los. Nikolic kan niet profiteren. Goor moet zich reppen. Houdt die bal aardig binnen. Kustovic. Ja, goede kopbal. Stond er eigenlijk al. Kustovic kwam er aangevlogen. Kon hoger. Bal te laten zakken. Dat hij erop kon trappen. McDonald. Geen buitenspel. En dan hier was de bal al weg. En ik had hij hem gewoon onder. Als het doelman gaat springen, moet je dat zien uit de buiten. Highland. Renic, strakke voorzet. Waar McDonald net te laat op kan inlopen, ook Kustovic was er. Het was een prima bal van de Servier. Lopende mensen. Kustovic natuurlijk naar zijn rechter. Het is nog te verwachten, we stonden er allemaal al. Het kan ook wel eens te lang duren op die manier. Vorige week tegen Kortrijk zagen we een hele open wedstrijd. Dat is nu net iets minder het geval. Jemmen op Beerschot staat vrij goed. Hier is Acosta naar zijn rechter. Daar is Haroun. En vooral Dane. Renic goed naar buiten naar Kustovic. Goed gedaan van de Bosnier. En dan... laat die bal nog eens botsen. Kagelmacher, strijdend. Goed werk van Acosta. Kustovic. Er is volk mee. Kustovic met links. Daar is Haroun. Moet hem nog eens terugleggen. En McDonald kraakt zijn volley. Haroun. En dan McDonald. En ze hopen dat de vis nog eens zal bijten. Hier aan het water. Dat niet zitten. Alweer naar verluid is de club nadien nog van idee veranderd. Maar nu ziet de Colombiaan het zelf niet meer zitten. Voor meer nieuws daarover. Eventueel dus nog een finale. Play-off 2 tegen de winnaar van groep A.
Haroun, oh, toch even wat ruimte. Haroun goed meegenomen. Haroun nog. En dan doet hij er net te trillen. Maar hij schoot de bal in het zijnet. Nou, hele mooie actie van Haroun. Goed gelopen al om te beginnen. Ook goed gevonden door de dekker. De borst. Nou, mooi. Het pootje voorbij Dane. Dan had hij eigenlijk wat beter moeten doen. Deed het met links. Maar goed. Niet gezien. Samuel. Lierse lijn terug hier, bijna zes seizoenen lang hier de aanvoerdersband. We hebben alweer schot. Toch net iets minder druk, zeker de afgelopen weken. Net is overigens 3-0 in Lierse, zegt de Brugge. Is nog eens rugdekking door Kolpaard. Muiters. Gewerkt. Adam Kustovic, dat zeker. Hier is Goor. Haroun en Kabananga in de 16. Maar weer geen goede voorzet. Dan gaat het al de hele avond fout bij Jamal Weerschot. De laatste paas. Nu moest zich nog haasten. Muiters. Voorsprong. Bart Goor. Kabananga. Uiteindelijk Kolpaard. Tweede poging van Bart Goor. En daar komt Muiters. Uitstekend. Getimed. Dan loopt hij dan wel de bal onder druk van, wie was het, Kagemacher? Mag eigenlijk niet. Van Nieuwenhuizen stuurt Chevalier weg, daar komt Kaminski, die is te laat. Maar houdt zich wel in. Chevalier. Uiteindelijk is daar Renic. Ze hebben het sowieso allebei in eigen handen. Het is iets moeilijker als je weet dat je moet winnen. Alhoewel, het is ook gemakkelijk.